Ja, bijzonder blij. Ja, dat mag wel gesteld worden. Ik heb 5 weken geleden een dagje koppijn gehad. En vandaag, ik weet het nieuws ook pas een uur, ben ik toch wel in andere stemming gekomen. Ja. Boer Jos kan het nog nauwelijks geloven. Al zijn gestolen schapen zijn 2 weken geleden teruggevonden in een weiland bij Dodewaard. Hoewel hij vandaag pas officieel de bevestiging kreeg van de politie, had boer Jos vorige week zelf al geconstateerd dat een deel van de schapen van hem zijn. En dat herkennen is volgens de schapenboer een makkie. Ja, waar herkent u uw eigen vrouw aan? Die indruk, de uitstraling van de dieren, de uitdrukking van het hoofd, de bouw van die dieren, de bevleesdheid. Het totale plaatje van het schaap. Dat bepaalt voor mij of dat inderdaad mijn schaap is. Het hele dorp leeft de afgelopen weken mee met de getroffen schapenboer. Ja, daar is het terug, denk ik. Dat ook hoor. Fysiat, hè? Ja. Dankjewel, hè. Dat vind ik prachtig. Ja. En terecht, want hij werkt er hard voor en dat je dan zo van uw geld afgeholpen wordt. Nou, ik vind het niet normaal, hoor. Het is nog niet bekend wanneer de schapen weer terugkomen. Het onderzoek duurt voort omdat nog altijd niet duidelijk is wie er achter de diefstal zit. Maar voor boer Jos kan de dag in ieder geval niet meer stuk. En dat wordt gevierd. Ja, dit zal wel met z'n klare bollen gevierd moeten worden, inderdaad.